Juffrouw Lisette van der Waal is vandaag druk bezig met het voorbereiden van haar klas voor aanstaande maandag. Maar deze klas staat nog leeg. Ik uh, had toch wel graag nog twee leerkrachten extra willen aanstellen. Maar dat is uh, tot op heden niet uh, gelukt. Ja, je probeert op een gegeven moment van alles. Met uh, vacatures en uh, alle bronnen die je hebt. En alle mensen die uh, misschien kennis hebben die in het onderwijs. En nou ja, je probeert echt van alles. Maar het is, uh, het is op dit moment uh, heel slecht. Ja, 27 leerlingen is uh, redelijk wat. En ik doe dat in mijn eentje. Um, ik heb een duo collega, maar ja, uh, die werkt de dag dat ik er niet ben. Dus um, ja, je merkt het wel. Je merkt dat je veel meer... Uh, Kinderen hebt en daarbij ook veel meer oudergesprekken en daar uh, meer tijd aan kwijt bent. Ja. Maar het palet is niet de enige school die kampt met dit tekort. Stichting Lucas Onderwijs heeft 54 basisscholen in Den Haag en maakt zich zorgen. Nou, op dit moment is het lerarentekort in het basisonderwijs in Den Haag echt een uh, probleem. We hebben dus 30 vacatures. We zijn op zoek naar 30 leraren. Nou, er gebeurt gelukkig de komende tijd al iets aan de salarissen. Die gaan in het basisonderwijs fors omhoog. We hebben met de gemeente Den Haag en alle schoolbesturen een programma dat heet Klassenwerk, om ervoor te zorgen dat er veel meer jongeren gaan kiezen voor het vak van leraar. Maar dat gaat over vier jaar pas een effect hebben. En dat betekent dus dat we voor de korte termijn een beroep moeten doen op mensen die bijvoorbeeld voorheen in het onderwijs werkten om ze weer te interesseren om opnieuw te starten en soms ook part-timers die bijvoorbeeld nu drie dagen werken en die we dan vragen wil je een vierde dag erbij gaan werken. Basisschool Het Palet zet dit jaar zij-instromers en onderwijsassistenten in. Dat neemt niet weg dat we eigenlijk op zoek zijn naar naar leerkrachten die bevoegd zijn om een zelfstandige groep te draaien. Okay, want uiteindelijk gaat het om onze kinderen, om onze toekomst. En ze verdienen allemaal een goede leraar voor de klas. En het is aan ons om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren voor dat mooie vak gaan kiezen.